De Centrale Bank van Suriname geeft in een persbericht aan dat ze op geen enkele manier geldmiddelen ontvangt en beheert die via overmakingskantoren worden verzonden. De bank reageert hiermee op berichten in de media, al zou ze gelden die via een geldovermakingskantoor naar Suriname worden overgemaakt, achterhouden. De financiële ontwikkeling van overmakingstransacties is een aangelegenheid tussen overmakingskantoren en hun respectieve commerciële banken. De Centrale Bank spreekt haar afkeuring uit dat een medium een artikel gepubliceerd heeft met onwaarheden en met onterechte weergave van zaken waarmee ze volstrekt geen bemoeienis heeft. Centrale Bank-governor Glenn Gersie zegt dat hij het een vreemde zaak vindt. Wij ontvangen geen gelden van overmakingskantoren. Zoals het altijd is toegegaan, hebben overmakingskantoren hun taken met algemene banken, met commerciële banken, niet met de centrale bank. Hè. Dat zou ook heel erg vreemd zijn. Dus ik tast volledig in het duister in deze. Ik weet niet waar dat op zou moeten berusten. Maar het is gewoon een feit dat wij geen gelden ontvangen. Van overmakingskantoren doen wij niet. Dus het bevreemd me zeer. Ik vind het heel erg jammer ook hoor, dat mensen ook een berichten verspreidt. Echt waar, ik zou niet weten wat daar verder op te zeggen valt. Misschien dat ik eraan moet toevoegen dat wanneer zou blijken dat personen overmakingen plegen via banken of via geldovermakingskantoren en dan niet aan hun gelden kunnen komen, dat het toch wel een beetje een vraag van zorg wordt. Waar wij als centrale bank dan misschien toch wel naar de naam zullen moeten gaan kijken. Hoewel het dan niet gaat om toevertrouwde middelen. Het gaat niet om inleggelden bij banken. Mm-hmm. Maar dan nog denk ik dat als inderdaad deze zaak op waarheid berust, dat wij als centrale bank dat toch wel even naar zullen gaan kijken hoor. Gersie zegt verder dat de centrale bank toezicht houdt op het overmakingsverkeer tussen bankinstellingen. De moederbank controleert dan wel of alles correct geschiet. De eerste controle is sowieso via de banken. De algemene banken, wat ontvangen zij, wat in uit, is hun betalingsverkeer veilig. En ja, inderdaad, er is ook bij de geldovermakingskantoren een rapportageplicht aan de centrale bank. Maar die rapportageplicht die is in hoofdzaak bedoeld voor de betalingsbalans. En aan de andere kant willen wij ook steeds blijven waarborgen dat ons financieel systeem veilig blijft. Hè? Dat er geen vuilnisgeld binnenkomt, geen geld uit duistere bron in of uit. Tot zover governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie. De moederbank zegt dat ze geen geldmiddelen ontvangt en beheert die via overmakingskantoren worden verzonden.